Mijn naam is Gerrit Middelkamp, ik ben 67 jaar, ruim 40 jaar getrouwd en samen met mijn vrouw hebben wij 2 kinderen gekregen en dat heeft weer geresulteerd in 6 kleinkinderen. Maar voordat ik verder ga wil ik graag de kijkers erop wijzen dat ik niet de lijsttrekker ben van de VOV, dat is Gerrit de Jonge. En Gerrit de Jonge bevindt zich helaas op dit moment in een operatiefase en hij zal het stokje van mij weer overnemen zodra hij daarvan is hersteld. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ruim 10 jaar geleden ben ik, zoals nu onze cameraman Louis Schipper, betrokken geraakt bij Vecht al Leef TV als cameraman en interviewer. En omdat niemand de politieke arena leuk vond om ellenlange vergaderingen bij te wonen, heb ik dat voor mijn rekening genomen. En zo heb ik gezien en ben ik geïnteresseerd geraakt in alle politieke thema's die daar de revue passeren. En dat is best wat, hè? Dat is best belangrijk voor de gemeente. Het gaat over verkeerssituaties, het gaat over de woningbouw, over de bestrijding van armoede, over hoe je de zorg wilt inrichten, et cetera. Dus je kan daar best wel verschil maken, omdat het ons allen betreft. Nou, in 2013 kwam ik erachter dat er een nieuwe politieke partij werd opgericht. Ik ben gevraagd om daarin mee te doen. Dus ik ben onmiddellijk gestopt als politiek verslaggever en heb op die manier mijn weg naar de politiek gevonden. In 2014 vonden er verkiezingen plaats en de VOV kwam toen met 2 raadzetels in de gemeenteraad en daar was ik er één van. In het dagelijks leven. Mijn achtergrond is ICT en ik heb in mijn werkzame leven als interim manager geacteerd. Maar toen begin 2000 mijn vrouw de diagnose voor een ongeneeslijke chronische ziekte kreeg, heb ik gekozen, en dat kon gelukkig, om als mantelzorger door het leven te gaan. Dus mijn primaire dagtaak is het zijn van mantelzorger. Daarnaast ben ik voorzitter van het plaatselijk belang in Beerseveld, Beerseveld-Marienberg. Ben lid geweest van de Raad van Toezicht van Stichting MS-Zorg Nederland. Dat laatste heb ik overigens vorig jaar beëindigd, omdat het allemaal wel wat heel erg veel werd. Daarnaast ben ik natuurlijk niet te vergeten raadslid voor de VOV en dat vraagt ook een behoorlijke hoeveelheid van je tijd. In mijn vrije tijd doe ik iets heel anders dan wat mijn achtergrond is. Ik ben autoliefhebber en ik heb me verdiept in hoe auto's in het verleden gebouwd zijn en hoe de motoren in elkaar steken. En als hobby heb ik het restaureren van oude auto's. Op dit moment restaureer ik een oude Ford Mustang uit 1966 die uit Amerika deze kant op gekomen is. En die restauratie die betekent dat het motorische gedeelte aangepakt wordt, maar ook de remmerij en de hele carrosserie. En uiteindelijk hoop ik over een aantal jaren dat er een hele mooie, zo goed als nieuwe Mustang uit 1966 beschikbaar is. Gerrit Middelkamp, hartelijk welkom hier in de studio van RTV Vijfdaal. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We hebben hier gesprekken met lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen hier in Ommen, maar dat ben jij niet. Toch? Nee, ik ben geen lijsttrekker. Ik ben raadslid voor de VOV. En het feit dat onze lijsttrekker Gerrit de Jonge hier nu niet zit, heeft alles te maken met het feit dat hij herstellende is van een zware operatie die hij heeft ondergaan. Het gaat gelukkig met hem de goede kant op. Het is achteraf bezien alles sinds meegevallen. Maar hij is nog niet in staat om volle bak mee te draaien. En daarom mag ik hem vandaag hier en nu vervangen. Nou, we gaan het zien hoe dat inderdaad in zijn werk verder gaat. We gaan het hebben over de VOV en we gaan het hebben over wat jullie hier in Ommen willen gaan bereiken. En daarvoor gaan we even kijken naar wat jij over de VOV gezegd hebt. Oké. De VOV is een lokale en onafhankelijke politieke partij in de gemeente Ommen. Wij verwelkomen iedereen onafhankelijk van geloofsovertuiging, geaardheid of afkomst. We zijn een politieke partij die in de gemeenteraad vooral kijkt wat er gebracht wordt. En we laten ons niet leiden door wie het brengt. We zijn een open en transparante politieke partij en luisteren naar de inbreng van onze inwoners. Dat doen we bijvoorbeeld door wekelijks tijdens de weekmarkt beschikbaar te zijn om aan te horen wat de inwoners ervan vinden. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat raadsvoorstellen niet in beton gegoten in de raad komen, maar dat we eerst vooraf de burgers en de inwoners vragen wat hun mening over het raadsvoorstel is. Tot slot vind ik het fijn om te vermelden dat we erg blij zijn dat er 4 jeugdige kandidaten zich hebben aangemeld bij de VOV die ook op een verkiesbare, min of meer verkiesbare plaats staan. Daarmee bereiken we dat we een goede mix hebben tussen de inbreng van de jeugd en politieke ervaring. En daarom roep ik u op om vooral met uw hart te stemmen en stem straks op 16 maart op lijst 4 de VOV. Nou, dat is in elk geval heel duidelijk wat je daar zegt over de VOV. En laten we daar dan even op doorgaan. Je hebt het over de inwoners op 1 en ondernemers op 1. Waarom heb je dat gekozen als eigenlijk de belangrijkste item van de VOV?
Omdat wij als VOV vinden dat de afgelopen jaren de inwoners te weinig betrokken zijn. En zeker in het voortraject te weinig betrokken zijn bij de planvorming. Kun je daar nou een voorbeeld van noemen, Gerrit? Er zijn diverse voorbeelden voor te bedenken. Denk aan de brug in Jönne, denk aan het afsluiten van de Vechtkade, de Julianastraat en zo zijn er meer. En wellicht is het ook goed om even te benoemen de komst van een grote megastal, een vierde megastal in Bezenveld. Waar uiteindelijk door een burgerinitiatief en door achteraf burgers de gelegenheid te geven in de raadzaal om daar hun zegje over te doen, dat uiteindelijk heeft geleid tot het terugdraaien van het besluit door de initiatiefnemer. En daar hadden we heel veel gedoe, heel veel verdriet bij de inwoners kunnen voorkomen als we op voorhand draagvlak hadden gezocht en hadden participatie hadden toegepast bij de inwoners om vast te stellen of er ruimte is voor die grote stal. Maar dat is dus eigenlijk wat de VOV eigenlijk graag wil. Zo gauw de besluiten genomen worden, eerst de burgers en de ondernemers raadplegen. Voordat besluiten genomen worden over dit soort belangrijke thema's, eerst op zoek gaan naar wat de inwoner daarvan vindt, welke inbreng de inwoner daarbij zal hebben. Daar goed naar luisteren en dat vertalen naar uiteindelijk een besluit wat in de raad genomen kan worden. Dus niet achteraf, maar juist vooraf betrokkenheid. Als je knopen moet doorhakken, dan heb je altijd mensen die niet erg blij zijn met het besluit wat jullie gaan nemen. Absoluut. Het is natuurlijk nooit zo dat je, als je terugkijkt naar de megastal, dan zal de initiatiefnemer als ondernemer niet zo erg blij zijn geweest met het feit dat inwoners zich in opstand zijn gekomen en zich hebben verweerd tegen het plan. En dat geldt wellicht ook voor de Vechtkade en voor de brug in Jönne. Het is nooit zo dat je iedereen het naar het zin kan maken, maar dat is nou juist aan de raad en in het democratisch proces om een goede afweging te maken tussen, als je gehoord hebt wat de inwoners ervan vinden, als volksvertegenwoordiger in de raad daar een besluit over te nemen. Nou, laten we eens naar de mensen kijken in de straat. We hebben een aantal mensen gevraagd hoe ze er tegenaan kijken. Kijken ze met ons mee wat zij ervan zeggen. Leuk, graag. Of ik vertrouwen heb in de gemeentepolitiek. Het is wel een beetje gedaald. En dat heeft een beetje te maken met, denk ik, onze eigen situatie hier in de Wolfskou. En we zijn erg teleurgesteld in de gemeente die dat eigenlijk oogluikend toestaat, deze illegale situatie. En de bewoners eigenlijk niet aanhoort, ons een beetje laat zitten ermee. Ja, natuurlijk. Dat moet je altijd hebben. Wat ik zo jammer vind is dat er heel veel mensen heel veel dingen zeggen en schreeuwen, luid en duidelijk. Maar er wordt niet to the point iets gevraagd. Sommige gemeenteraadsleden hebben een hele grote mond, maar zeggen niets. En dat is wel heel erg jammer, want je hebt soms de kans om in te spreken, om iets te zeggen. Alleen veel geluid, maar weinig actie. Ik sta wel eens op in twijfel, want ik vind dat de politiek tegenwoordig geen voorbeeldfunctie heeft meer. Zij laten dat wel eens na. Dus ik ben nog aan het twijfelen waar ik op ga stemmen. Ik heb wel vertrouwen in de gemeentelijke politiek, ja. Maar ik heb jaren ook lang in Plaats Belang gezeten. En dan heb je ook contact met de gemeentelijke politiek. En soms moet je een beetje mee spelen hoe je ze moet benaderen. Ja. Ik heb zelf het idee dat je als burger weinig invloed hebt op de gemeentelijke politiek. Op de besluiten die er genomen worden. En ik vind wel eens dat er beter naar de mening van de burger geluisterd kan worden. Ik denk het wel. Ik denk dat mensen in de gemeentepolitiek heel dicht op de burger, op de inwoners zitten. En daardoor zeer betrokken zijn. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Vrij belangrijk. We zitten met het middenin en het is een behoorlijke kostenstijging. Dus dat is wel vrij belangrijk, ja. De energieprijzen worden wel heel erg hoog. En, Ik vind het belangrijk. Ik vind ook dat wij als inwoners van Ommen daar serieus naar moeten kijken. Want wij wonen in een prachtig natuurgebied. Ommen is een recreatiegemeente om een reden, omdat die prachtige natuur is. Daar moeten we rekening mee houden. De snelheid waarmee dat moet volgens de regering en volgens lokale partijen is misschien iets wat meer naar realistischere kijk op gegeven moet worden. Het is niet realistisch wat men doen wil. Ik ben daar niet zo hoopvol over gestemd en bovendien het is een zo grijs vlak waar je niet weet of het nou linksom of rechtsom gaat. Energietransitie? Nou, dat zegt mij zo niks. Als je een geheugensteuntje voor me hebt, zegt mij zo niks het woord. Energietransitie.
Willen wij voor ons nageslacht, voor onze kinderen, kleinkinderen een toekomst bieden? Ja, dan moeten we zeker denken aan bewust werken aan een energiezuiniger omgeving. En daarin zou zeker ook de gemeente voorop moeten gaan lopen. Een leiding in moeten gaan nemen. Ik ben wel een beetje voor het natuur en het milieu. Dus op zo'n soort partij ben ik van plan te stemmen. Ik kan op weinig plekken terecht, maar ik ben heel tevreden met mijn plekje. Maar ik voorzie voor mijn kinderen weinig opties. En dat baart me wel zorgen voor de nabije toekomst. Ja. Nou, als je heel veel geld hebt, zijn er wel mogelijkheden. Dan wordt het de Vlierlanden of nieuwbouw. En verder wordt het erg moeilijk. Omdat ik denk dat het woningtekort is in Ommen ook zeker aanwezig. En de woningen die er te koop staan, die staan voor prijzen te koop. Die gaan compleet door het dak, naar mijn mening. Daar heb ik eigenlijk geen mening over, want als ik zou verhuizen, dan zou dat niet binnen Ommen zijn, dan zou het een andere gemeente zijn. We hebben hier hardwerkende politici nodig die beleid uitoefenen volgens de wet en volgens de beleidsbepalingen van de gemeente Ommen. En niet politici die het leuke werk kiezen, en dat komt vaak wel een beetje naar voren hier. Het is misschien een beetje een aanval op sommige mensen in de gemeenteraad wat ik nu zeg, maar... Het ligt er wel een beetje dik bovenop en dat is niet zo leuk om te zien als kiezer, zeg maar. Ik ben van mening dat de beste stuurlijnen wel staan en dat het heel makkelijk is om commentaar en kritieken te geven. Maar op het moment dat je zelf in de bepaalde stoelen zit, dan krijgt het een heel andere dimensie en draag je ook een heel andere verantwoordelijkheid. Ja, dat was dus de straat. Hè? Leuk. Mensen, de inwoners van Ommen en dat vertrouwen in de politiek, daar gaat het toch wel vaak over. Ja. Hoe kijk je daar nou tegenaan? Ja. Nou ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Als voorbeeld, die meneer die het had over problematiek in de Wolfskuil. Een aantal mensen uit de Wolfskuil hebben ons recent nog benaderd. Het gaat ongetwijfeld over de overlast die arbeidsmigranten in het Reggehuis veroorzaken in de wijk. En als je dan ziet hoe lang de inwoners al, en die hebben een handtekeningactie gedaan, daar staan er vele tientallen op. Hoe lang de inwoners al bezig zijn met het college om tot een oplossing te komen en daar wat meer handhavend op te treden. Of te stoppen met het gedogen van het gebruiken van een recreatiepark voor andere doeleinden, dan snap ik heel erg goed dat de mensen daar moe van worden en zich niet gehoord voelen. En dat heeft dus alles te maken dat het vertrouwen in de politiek daardoor minder wordt. Maar dan gaan de mensen die gaan naar de politiek toe, hè, die gaan dus hun zorgen of hun problemen bij de politiek neerleggen. Dan wordt dat gehoord. En dan? Hoe gaat het dan verder? Hoe zou het verder moeten? In dit geval is er contact geweest met het college en heeft het college aangegeven hoe ze daarover denken. Daar zal ik nu verder niet op ingaan. Nee, okay. Maar als raadslid worden we daar ook mee betrokken. Ja. We zeggen niet voor niks, we willen de straat naar de raad brengen. Okay. En dat heeft in dit concrete voorbeeld, als je daarom vraagt, geleid tot het stellen van een aantal schriftelijke vragen. Waarin we het college hebben bevraagd van, als je de afweging maakt tussen enerzijds de exploitant van het recreatiepark, anderzijds de huisvesting van de arbeidsmigrant en de overlast die dat tot gevolg heeft voor de wijk. Hoe is dan jouw afwegingskader en hoe zorg je ervoor dat je daar een goed besluit in neemt? En voor wie neem je dat besluit dan? En dan voelen de inwoners, hè, als de vraag gaat over wie, hoe zit het met het vertrouwen in de politiek, voelen de inwoners zich volledig achtergesteld in de afweging bij de afweging over de andere relevante betrokkenen. Gaan we even over de procedure. Hè. Wordt dit soort zaken ook direct teruggekoppeld naar de mensen die toch zich tot de politiek gewend hebben? Wat wij heel vaak merken is dat er moeilijke bereikbaarheid is bij het gemeentebestuur. Dat telefoontjes niet beantwoord worden, dat mails niet beantwoord worden. Daar hebben we talloze voorbeelden van, daar zal ik nu niet te ver op ingaan. Ja, okay. En dan uiteindelijk krijgen we een heel dossier van, kan je ons alsjeblieft helpen? Want moet je toch eens kijken wat we allemaal hebben ingebracht en waar we geen antwoord op hebben gehad. En help ons, we liggen op onze rug en we weten niet hoe het verder moet. Gaat de VOV dan ook zijn best doen om die communicatie tussen het gemeentebestuur, college, gemeenteraad en de mensen hier om en ook te bevorderen? Natuurlijk, ik zei al, daar hebben we schriftelijke vragen over gesteld. En we hebben natuurlijk andere instrumenten, zoals het uitvaardigen van een motie, waarin we het college verzoeken om tot inbrengen te komen.
En we zijn in afwachting als we binnenkort volgende week met de inwoners van de Wolfskuil een avond hebben belegd om te kijken van hoe we als VOV de straat naar de raad brengen om daar het college op de best mogelijke manier op aan te spreken en te zorgen dat de overlast, want dat is waar we voor staan, de overlast voor de inwoners tot een minimum wordt beperkt. Een ander punt even uit de straatpraat, dat is de energietransitie. En de energietransitie, ja, je hoort het al. En voor mensen die zitten toch een beetje raar te kijken als ze dat woord horen. Hoe kijkt de VOV daar tegenaan? Ja, energietransitie is een lastig woord. En ik kan me goed voorstellen dat veel inwoners het lastig vinden om daar een goed beeld bij te hebben. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. En het gaat uiteindelijk iedereen treffen. En dat is niet alleen maar wat je treft in je beurs, dat de energieprijzen stijgen. Maar het gaat er natuurlijk om dat we een toekomstvaste wereld willen, waarin we met z'n allen de fossiele brandstoffen tot nul gaan terugbrengen. Dat betekent dat vooral de oudere huizen die niet goed geïsoleerd zijn, dat die een slag moeten maken om beter geïsoleerd te worden en energie-neutraler te worden. Gaat de VOV vaak zich een best doen om daar ook subsidie voor te verstrekken? Jazeker. Juist de mensen die in de wat oudere, goedkopere huizen wonen, zijn ook vaak de mensen met een wat smallere beurs. En als je dat afzet tegen de inwoners die mooi rijk wonen en wel kunnen investeren in zonnepanelen op het dak, dan is daar een bepaalde ongelijkheid. Wij zijn een groot voorstander van om juist de grote groep mensen in oudere woningen met een wat smallere beurs ook financieel te ondersteunen. Daar zijn talloze mogelijkheden voor om daar energie-neutrale maatregelen te treffen in de zin van isolatie, in de zin van toch die zonnepanelen op het dak. Want als je dat doet, dan brengt dat de maandelijkse energielast naar beneden. En in de investering en het naar beneden brengen van de energielast is een mix te vinden waarbij je als gemeente, we hebben voldoende algemene reserve, om daar gelden voor vrij te maken en de inwoner te ondersteunen. Dat is heel mooi, dat je daar de algemene reserve, je dan inderdaad zegt van oké, de gemeente Ommen is rijk genoeg om deze mensen ook in elk geval een stap verder te helpen. Zeker. Dus ik ga het ook voorlichting geven, want ik zie dus in de straatpraat dat de mensen eigenlijk nauwelijks weten hoe ze dat moeten bereiken. Komt er een informatieloket of een betere website? Of hoe gaat die communicatie naar de mensen toe als het gaat om energietransitie? Nou ja, dat is iets wat niet door de politieke partij, maar door het college wordt uitgevaardigd. En het is wel gebleken dat onvoldoende voor het voetlicht gebracht wordt. Want de mensen die hebben moeite om het begrip te duiden en daar ook een standpunt over te formuleren. Dus er ligt nog een hele schone taak voor de gemeente, het gemeentebestuur, maar ook de raadsleden om daar proactiever in te acteren en uit te leggen wat het belang ervan is en wat de gemeente kan helpen en kan stimuleren om daar daadwerkelijk in actie te komen. Ik nog even naar de jongeren toe. Ik heb nou namelijk naar je lijst gekeken, de lijst van de VOV, en ik zie daar jongeren op staan van zelfs jonger dan 20 jaar. Die verjonging van de VOV, heeft dat nou ook een reden? Verjonging is in dit geval natuurlijk vanwege de leeftijd. Ja, dat snap ik. Wij vinden dat de politiek de gemeentepolitiek steeds ouder en ouder geworden is. En wij vinden het de hoogste tijd om de jeugd een belangrijkere stem te geven. En we zijn hartstikke trots dat de jeugd ook de weg naar de VOV gevonden heeft. Dat is niet alleen maar omdat we dat ook daadwerkelijk vinden. Als je kijkt naar onze kandidatenlijst, dan hebben we niet per ongeluk een aantal jongere kandidaten op verkiesbare plaatsen gevraagd te staan. Daar hebben ze ook in toegestemd. Ja. Die staan te trappelen om verjonging in de politiek tot stand te brengen. En daarmee hebben we een veel betere mix en een veel betere afspiegeling van de samenleving. Want de samenleving bestaat niet alleen uit ouderen, bestaat ook uit jongeren. Ja, dus op twee staat een jongen van nou 26? Jelte is uit mijn hoofd 27 jaar. 27 jaar. Ja, wordt dit jaar 28. Dag. En hebben de jongeren daar nou ook profijt van? Ja, natuurlijk. Als je politiek betrokken bent en je weet in welke richting Ommen zich in positieve zin zou kunnen ontwikkelen. Ook met een schuin oog naar natuurlijk wat voor de jeugd belangrijk is. Hè. Denk aan woningbouw, stadswoning, et cetera. Wellicht komen we daar straks nog over te spreken. Dan is het heel erg goed dat zij zich willen inzetten om als raadslid een volksvertegenwoordigende rol op zich te nemen. Ik wil heel best graag over die stadswoningen beginnen. Want heeft Ommen stadswoningen? Krijgt Ommen stadswoningen?
Als het aan de VOV ligt, dan krijgen we heel veel starterswoningen, want daar is een grote vraag naar. Daarmee behouden we ook de jeugdige inwoners voor Ommen. Ja. En dat betekent dat ook de scholen, de faciliteiten, de voorzieningen op orde kunnen blijven. Alleen het grote probleem is dat er nauwelijks tot geen betaalbare woningen zijn voor starters. Die woningen die zijn er wel, maar als je kan zorgen dat er doorstroming plaatsvindt, er huizen die vrijkomen voor jongeren beschikbaar zijn, dan kun je al een hele mooie stap maken. En daarnaast zijn er mogelijkheden om de woningen betaalbaarder te maken, door als gemeente voor specifieke doelgroepen de grondprijs te verlagen, zodat het totale exploitatieplaatje van de woningbouw gunstiger wordt. En je moet er vooral ook voor zorgen dat je bouwt voor je eigen inwoners. He, dat niet de mensen uit het westen die woningen betrekken, dat niet projectontwikkelaars hier rijk voor. Sorry, ik moet even een klein slokje water nemen. Maar dat je dus ervoor zorgt dat je bouwt voor je eigen inwoners. Ja. Zodat je de inwoners ook aan je eigen gemeente kunt blijven binden. Bouwen is goed, maar dan moet je er zelf ook gaan wonen. Zo is het. Je hebt er als gemeenteraad hebben jullie een motie aangenomen van €250.000 per woning vrij op naam. Is dat wel realistisch? Je noemt nu even dan de grondprijs naar beneden brengen, maar daarvan zegt het college dan weer, dan ben je financieel aan het ondersteunen. Dat mag eigenlijk niet. Nou ja, kijk, als je financieel niet verder kan dan het bedrag van €250.000, en daar is nou juist de vraag naar, dan moet je alles op alles zetten door goedkoper te bouwen. De grondprijs, hè, daar heeft de gemeente invloed op. En als je dat projectmatig doet, dan moet het kunnen lukken om kleinere, eenvoudigere huizen toekomstbestendig voor de jeugd te gaan inrichten. Dus projectmatig wonen, daarvan zeggen jullie als VOV ook van, nou, dat zou best een oplossing kunnen zijn. Dat je als groep zegt van, we gaan samen een aantal woningen bouwen zoals wij dat graag willen. Ja, en als je dat organiseert samen met de starters, en daar hebben we een duur woord voor, collectief particulier opdrachtgeverschap, dan organiseer je dat je als opdrachtgever, als startende opdrachtgever, samen dat project tot stand brengt, maar dus ook meteen als opdrachtgever mede-eigenaar wordt en dus er ook zelf gaat wonen. Gerrit, we gaan een aantal stellingen aan je voorleggen. Je mag alleen maar antwoorden met ja of nee. Okay. Is dat duidelijk? Dan komt de eerste stelling. Moet Ommen zelfstandig blijven? Ja. Moet Ommen ambtelijk fuseren met een andere gemeente? Nee. Moet Ommen volledig opgaan in een groot Vechtdalgemeente? Ja. Sportparken, moeten die volledig rookvrij zijn? Ja. Moet er een aftakking komen naar de N48 via het Reggedal? Nee. Moet er een nieuwe fietsbrug komen over de Vecht richting het station? Nee. Moet de fietsroute vanaf en naar het station worden aangepast? Ja. Moet er een rotonde komen bij de Mulenbrug? Ja. Vind je dat de gemeente extra ondersteuning moet bieden aan de minima? Ja. Moet er een asielzoekerscentrum komen in Ommen? Nee. Dat waren de stellingen. Wil je nog ergens op terugkomen? Ja, graag. Want ik wil niet de indruk wekken dat wij tegen het opvangen van vluchtelingen zouden zijn. Als je kijkt naar hoe op dit moment de ellende zich in Oekraïne voltrekt, dan gaan we natuurlijk de vluchtelingen die van daaruit ons land bereiken faciliteren in opvang. En dat kan zowel in particuliere situaties als ook bijvoorbeeld in leegstaande panden die we als gemeente beschikbaar zouden moeten en kunnen stellen voor het opvangen van vluchtelingen. En die hebben natuurlijk een hele andere drijfveer om zich uit hun land naar elders te bewegen dan sommige anderen die in asielzoekerscentra zijn en in afwachting zijn van hun status. Dat is duidelijk. Gerrit, ik heb nog een paar andere vragen voor je. Daar gaan we even heel kort op jouw reactie op vragen. Ik heb bijvoorbeeld een stelling waar je dus meer over mag zeggen dan ja of nee. Gelukkig. De stelling is leegstaande schoolgebouwen, ook in het buitengebied, moeten een woonbestemming krijgen. Mm-hmm. Wat vind je daarvan?
Dat vind ik een heel goed idee. Al eerder kwam aan de orde dat we een groot tekort hebben aan woningen. En als die scholen eenvoudig zijn om te vormen tot woonbestemming, dan is dat heel erg goed. En vangen we daar met meerdere vliegen in één klap. Daarnaast kan ik me heel goed voorstellen dat, we hadden het net over de opvang van vluchtelingen, dat als de mensen uit Oekraïne een dak boven hun hoofd nodig hebben, dat we tijdelijk faciliteren dat dat bijvoorbeeld in een leegstaande school kan, als dat eenvoudig om te bouwen is tot tijdelijke opvang van de vluchtelingen. Akkoord. En nou even een heel andere vraag. Mm-hmm. Heb jij ook wethoudersaspiratie? Ik heb absoluut geen wethoudersaspiratie. In het begin heb je kunnen zien dat ik als primaire taak mantelzorger heb gekozen. En dat zal zo blijven. Dus okay. Ik heb geen tijd. Nou, dat is heel duidelijk. Okay. Is de huidige coalitie levensvatbaar? Wat mij betreft niet. Nee. Dus einde. Ja. Zijn er nou partijen waar jullie niet mee in het college zouden willen zitten? Die partijen zijn er niet. Sluit niks uit. Wij sluiten natuurlijk geen partijen uit. Alleen we zouden wel graag partijen aan onze zijde willen als we tot een coalitie mogen komen. Die een groot deel van onze standpunten onderschrijven en die met ons de toekomst van Ommen willen veranderen en nou verbeteren. Er zijn heel veel verkiezingsprogramma's die zijn bijna gelijk, hè? Zou je nou ook in de raad niet meer kunnen samenwerken, zodat je ook een duidelijke standpunt als groep zou kunnen invullen? Dat is een grote wens voor ons. Dat betekent dat er een cultuuromslag in de politieke arena in Ommen tot gevolg of noodzakelijk is. Want als je alle partijprogramma's op elkaar legt, dan durf ik de stelling aan dat er zo'n 80%, misschien wel meer, allemaal identiek is. Hè? We hebben allemaal het beste voor met Ommen, zou je kunnen denken. Ja. De een belooft wat meer en kan het wat minder waarmaken dan de ander. Hè? Maar grosso modo zijn we het wel aardig met elkaar eens. Alleen het politieke klimaat in de politieke arena, daar is nog heel veel verbetering door te voeren. Wij staan op het standpunt dat we niet kijken naar wie iets brengt en daar ons door laten leiden. Wij zijn als volksvertegenwoordigers een partij die graag luistert en altijd eerst wil luisteren naar de inbreng van de inwoners en dan vervolgens als volksvertegenwoordiger daar ons zegje over doen en ons standpunt in bepalen. In plaats van dat we kijken van welke partij het brengt en daar onze keuze op baseren. Gaan de komende 4 jaar jullie weer volgen. Bedankt, Gerrit Middelke. Ja. Jij ook bedankt.